Een hele goede middag, kijkers van Dus David. Welkom bij een nieuwe vlog. Doe eventjes die duimpje omhoog. Doe even de like. Het is een grijze like. Het is geen blauwe of groene meer volgens mij momenteel. Ik weet het allemaal niet meer. Blauwe. Voor mij is het een blauwe. Wat we vandaag gaan doen. We gaan vandaag naar bed. Dus kom er lekker bij liggen. Lekker bij mij. Nee. Wat we vandaag gaan doen is naar de verjaardag van Milan. Waarom lig ik dan op bed als een of andere luie zak? Ik heb de hele dag vandaag ben ik bezig geweest. Ik ben op een afspraak geweest. Vandaar dat het nu een uurtje of vijf is dat ik eigenlijk pas toekom aan een video. Ik heb mezelf namelijk voorgenomen om leuke shit te filmen en niet mezelf te forceren met oh kut, het is al bijna drie uur. Ik moet nu een vlog maken. Gauw! Ik heb het al vaker gezegd, maar ik ben niet iemand die zwembaden opzoekt en het gaat kotsen gewoon puur van oh, dat is vet in een video. Meer van nee, dit is mijn leven en dit ben ik aan het doen. Ik ga dus daarom een shirtje uitzoeken. Ik weet alleen niet wat. Even kijken wat we allemaal hebben. Een shirtje. David, je zou toch interessante dingen doen? Waarom ga je dan je kledingkast filmen? Gewoon om even te laten zien hoe weinig kleding ik eigenlijk heb. Het is echt verschrikkelijk. Ik denk trouwens dat ik vandaag dit shirt aan ga doen. Ik vind het leuk. Ik denk dat ik dat ga doen. Wat het plan is, we hebben een verjaardagscadeautje voor Milan gekocht. Het zijn hele leuke sneakers. Ik doe ondertussen even mijn broek uit. Ik weet niet of dat gepast is. Hup. Ik hoor nog een andere broek aan. En we hebben sneakers gekocht. Die laat ik zo meteen even beneden zien. Dan gaan we daarna samen met Reveetje gaan we daarheen. Een andere broek moet ik ook nog hebben. Deze ziet er goed uit. Ik weet niet waarom. En ik zie jullie zo meteen wel. Dan laat ik jullie even zien wat we gehaald hebben voor Milan. Zoek gelijk even de allergrootste problemen die ik heb trouwens. Ik sta nu lekker in de badkamer. Zodra ik dan zo'n ander shirt aan heb, zoals deze. Ik zit altijd van, moet ik dit knoopje dicht doen of niet? Heel veel mensen weten het en het boeit me ook geen ene flikker. Sommige mensen hebben zoiets van, eeuw. En sommige hebben zoiets van, mannelijk. Maar zoals je kan zien, borsthaar. Ik scheer het heel af en toe af, voornamelijk als ik naar het strand ga, dan heb ik namelijk geen zin om, ik leg het even kort uit. Het heeft niks met looks te maken of onzekerheid. Het heeft te maken dat als je uit het zwembad komt of uit de zee, dat je verschrikkelijk veel water blijft hangen, zeg maar. En dan moet je het echt zo afsmeren zo, en je armen ook, want zoals je ziet heb ik ook redelijk wat armhaar. En je wordt gewoon fucking niet droog. Het is alsof je een natte handdoek in de zee tieft zo, hoppakee. Dan trek je hem eruit. En dan laat je hem even hangen zo. En de crème wordt niet droog. Nee, dat duurt heel lang. Mensen met een gladde huid, dat is natuurlijk super chill. Die kunnen even pof met de handdoekje doen. Ze gaan liggen en ze zijn eigenlijk al praktisch droog. 5 minuten in de zon, het is klaar. Ik niet. Dat is waarom als ik ga zwemmen, dat ik soms een keer zoiets heb van YOLO, ik scheer het gewoon lekker af. Maar nu niet. Mijn punt. Het knoopje, doen we die wel of niet? Heb ik er vandaag scheid aan? Doe ik hem zo? Doe ik hem dicht? Als ik hem dicht doe, dan lijkt het net alsof ik... Ik weet niet. Die lijkt dan zo... Alsof je... Nee, we gaan niet dichtknippen doen. Nee, absoluut niet. Wat ik wel eventjes wil zeggen, is dat ik me niet gescheren vandaag. Dit is één dag niet gesporen. Ik ga me niet scheren vandaag, waarom? Het is toch Milan, vriend van mij. Kom een cadeautje brengen, gaan even zijn drank opdrinken en zijn eten opeten. En dan gaan we weer naar huis. Tijd voor sneakers, die wij zo meteen gaan weggeven. Loop even lekker mee naar het vee, kom maar. Foxy, we gaan er vandoor. Doeg. Wat ga je doen? Ga je mijn vinger opeten? Dat wil ik zien. Dat wil ik zien. Nee, durf je niet. Oké. Okay. Revee, wat hebben wij gekocht van Milan? Oh, hi. Heeft helemaal niks meegekregen. Wat hebben we gekocht van Milan? We hebben sneakers gehaald. Ja, dat heb ik al gezegd. Oh. En eigenlijk moeten we die even laten zien. Ik heb ze eigenlijk gehaald. Jij hebt ze gehaald. Heb je die in je eentje gehaald? Heb je die met Kevin? Nee, Kevin die was mee. En ik heb even een mannelijke opinie gevraagd van hem dus erbij. Want ik vind misschien andere sneakers leuk. Ik dacht, ik ga zoveel mogelijk mensen vragen wat hun ervan vinden. Ik heb ook in de winkel gezegd. Van, zul jij ze dragen? Meneer de winkel bediende daar zo. Hij zei tuurlijk ja, want hij denkt cash money bitch. Ja, inderdaad. Maar okay. Nee, ik en Kevin vonden het allebei heel leuk. Dus ik hoop dat Milan hem ook gewoon heel mooi vindt. Ik heb begrepen dat de kleur een beetje... Ik vind het leuk om een kat te filmen. Ik ben heel trots op de meisjes. De kleur lijkt een beetje op deze. Hey. Het heeft er wat van weg. Hey, zij doet helemaal niks, hè? Foxy gaat mijn hand pakken, maar haar kun je gewoon... Waarom doet deze kat niks? Is ze stuk? Nee, is ze lui. Is ze kapot? Nee, prik, ze is gewoon lui. Prik, 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 prik. Nooit zal ze wat doen. We gaan naar beneden en we gaan even de sneakers laten zien. En dan gaan we naar Milan. Dus allez, viens donc, allons-y.
En de echokamer zijn er weer. Ga je mee? We gaan even kijken wat we voor Milan gehaald hebben. En ook voor de kijkers natuurlijk, kunnen ze het ook zien. Misschien dat Milan het gaat tweeten of misschien niet, ik weet het niet. Hier ligt het. Het is van de actiesport of zo, reclame. Daar houden we van in vlogs tegenwoordig. Dus doen we gewoon. Oké, ik zal laten. Ja, doe eens schat. Wat hebben we? Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden eigenlijk. Was het duur? Hoeveel kostte het? Nee, maar dat is de vraag die gaan we dus dan stellen. Nou, maar. Dat ga ik niet beantwoorden. Dat vind ik niet bij een cadeau, hoor je niet te zeggen hoe duur het is. Ja. Oh, wacht even. Je moet niet zitten aan mijn Nike's. Oké. Okay, hold on. Ga ze even voorzichtig uithalen. David. Ja. Nee. Nou, ja, vet toch? Ik vind ze wel heel mooi. Dit is toch wel typisch Milan, dit? Hij houdt van het hogere model, dat weet ik. Dus ik hoop dat hij dit... Daarom wil toch. Heeft Milan echt zulke grote poten? Maat 48? 45. Wat bedoel ik? Niet 48. Holy shit. Nee, als het goed is, maar mensen, die gaan jullie misschien nog meekrijgen of niet. Ik hoop dus dat het goed is. Pieter, ik heb stiekem, Pieter is natuurlijk huisgenoot van Milan. Ja. Ik heb stiekem gevraagd of hij even de schoenen van Milan wil checken welke maat hij heeft. Als Pieter dus de verkeerde maat heeft doorgestuurd, dan zijn deze verkeerd. Blame it on Pieter. Pieter, please. Het zou kunnen zijn dat er net schoenen van Don stonden bij Milan's computer. En dat Don zulke grote poot heeft. Don, dan hebben we hele fijne schoenen voor je. Die woont tegenwoordig bij Milan thuis. Wij gaan even door. Neem hem lekker mee. We hoeven hem niet in te pakken. Fuck dat. Ik neem wel even wat drinken mee. Denk... Moet jij wat drinken hebben, schat? Of neem je wat mee? Ik heb al drinken. Ja, in een glas. Dat neem je niet mee. Ja, laten we dan maar gauw gaan. Anders schiet ik niet op. Ja, ik heb nog een andere vraag voor je. Dus, laat je niet zien. Wat? Wat ben je aan het doen? Het is een kattenvlog. Ik weet niet, maar net zagen jullie toch dat ze boven lagen? Ja, nou zijn ze allemaal naar beneden. Als wij naar beneden lopen, gaan ze altijd mee. Hallo. Zit er boven zelfs een? Hallo. Misschien krijg je wel een beukje als je het probeert. Dat is echt super cute. Dat moeten mensen zien. Nee. Nee, een beukje tegen je hoofd. Ah. Geen beukje? Nee. Oh, 1, 2. Nelly. Ga je daar zo heen? Hallo. Hey. Zo cute. Hey. Camera. De camera, ja. Hey, schat, kom, we gaan, want dit stukje wordt veel te lang. Het is echt, mensen willen gewoon Milan zien en zijn reactie. Zo. Niet. Jullie vinden de kat ook leuk. Ja, ik was hier dus om een vraag nog even. Een soort stelling. Dat is dit. Dit is de stelling van vandaag. Dit is mijn pet, die heb ik al, denk, sinds LA. Dus dat is 2 jaar of anderhalf. En laatst had ik een foto van mij op Instagram gezet. Was wel een oude, die had ik opnieuw getweet, gedeeld, om het zo maar te zeggen. Van een jaar terug of zo, had ik ook een petje op. En mensen zeiden, oh mijn god. Niet van dat doet Enzo ook, of een andere ook, dat niet. Maar zeiden, dude, je bent nou wat, 28? Dan heb je toch geen petje meer op. Wat vinden we daarvan? Fucking bullshit. Nee, dat weet ik niet. Is dat zo, zeg maar, lijk ik zo zo'n wannabe jeugd? Ik word gebeld. Wannabe jeugd. En zij wordt gebeld. Dus wij gaan met de auto en laat even je reactie achter. Ben ik te oud voor een petje? Ja of nee? Milan, gefeliciteerd! Milan is het niet. Echter is hij wel iemand anders. Dit is Don, dames en heren. Je kent hem misschien wel van het Game Meneer kanaal. Klopt. Als je jou moet omschrijven in 3 woorden, wat is het dan? Ik ken geen 3 woorden, maar hilariteit in games. Zijn er 2? Nee, in-games. Valspeler. Hey, maar jou ook gefeliciteerd met Milan. Doe hem even met mijn linkerhand, want ik heb mijn rechter voor vloggen. Hij is er zo weer, zei je. Hij is patat aan het eten. Ja, met de hele bende. Je had geen zin? Nee, ik was even mijn vriendin aan het ophalen, dus ik was er toen niet. Toen maar waar is die dan? Wat, mijn vriendin? Ja. Boven. Oh, die is er wel. Je zei dat je alleen thuis was. We gaan even doen voor dit op zoek. Alleen thuis. Nou, grapje. Dan wachten we gewoon even lekker tot Milan er is en dan gaan we ze een cadeautje geven. Dus tot zometeen. En hij is er. Dit is niet expres gedaan. Wel expres. Zijn haar. Dit is toch cool? Is het? Ik vind het is zo'n uit je bed look, right? Dat moet ook. Hoe zit het dan met die haartutorial die we een keer hadden in een vlog? Van ja, jij rechts en ik links mijn haar zo. En dit is gewoon, what the fuck? Ik mag wel bij Jill hoor, dat maakt niet uit. Oh ja, nee, ik wou meteen. Jouw vriendje is jarig geworden. Ja, mijn vriendje. Maar heeft hij al veel leuke dingen gekregen? Een horloge van mij. Sowieso, ja. En een GoPro. Ik ben blij want wij wouden ook zoiets halen. Echt? Sieraden. Ja, we zaten te denken of een horloge of een ketting of een armband of zo. Ja, ik zat ook al te twijfelen aan een armbandje. Maar we hebben iets anders gedaan. Revee! Hey! Hey! Hallo!
Milan krijgt een cadeautje. Nee, vertel. Ik heb vodka gegeven. Ja. Justin Bieber poster. Dat zag ik. Ja, heel mooi. GoPro. Ja. En geld. Wow. En kaartjes. Veel geld. En twee glazen met een snor erop. Heb je veel geld gekregen, Milan? Ja. 40. Hoeveel? Nee. Cool. Hey, wil jij een cadeautje geven, Café? Want we hebben ook een cadeautje voor Milan gehaald. Jullie hebben dat eigenlijk al gezien. Maar weet je, we willen even Milans reactie kijken. Oh. Hopelijk dat het goed is. Anders heeft hij een probleem. Want... Oh my god. Ik ben helemaal benieuwd. Dit is zo lastig, want ik weet hoe Milan is hiermee. Maar we gaan het filmen. Oh, ik hou ze meer vast. Ik hoop zo dat je het leuk vindt. Nou, dankjewel. Oh. En dat is passend. Oh. Is het een dier? Ja. Ja. Oh, oh. Oh, wat? Het zijn special edition 1999. Nee, weet ik veel. Het zijn gewoon schoenen. No way. Zag ze en dacht dat is wel iets voor jou. Wat? Super gaaf. Ik hoop echt dat ze passen. Ik heb als het niet past. Fucking gruwelijk. Maar van maat heb je? Ik heb maat 43. Oké, dit is even een brocode ding. Het is een tip voor jullie. Okay. Stel je voor, je geeft een goede vriend van jou, geef je zo'n cadeautje en je wil hem daarna nog even feliciteren. Je hebt hem een hand geven. Dan kun je het volgende doen. Let op. Oh, wat dan? Let op. Geef die eerst even aan Milan. In a way heb ik nou Milan een beetje gezoend, zeg maar. Maar we houden het decent. Hey Milan, gefeliciteerd ouwe, doe het nog even een keertje. Nee, dankjewel. Sorry dat we deze shit filmen, dat is natuurlijk een beetje awkward. Milan heeft zijn cadeautje, ik ga hier met de hele groep lekker verder chillen. En ik zie jullie zo meteen weer. Vanwege de copyright muziek kon ik natuurlijk het hele feestje niet filmen. Maar ik ga wel even doen zeggen tegen iedereen, stuk voor stuk. Dus we beginnen met mij. Doei! En jij bent natuurlijk Dylan. Ga je nog wat zeggen, je bent bezig met... FIFA! Sorry, je bent bezig met... FIFA. Wat is er? Ook zijn de weg, oké. Hey Don, later houden. Oké, cool. Buiten zitten nog een paar mensen, ik neem een plukje mee. Nee, gewoon de volste mee, maak het uit. En dan gaan we natuurlijk doei zeggen tegen Jill. Jill, ik wil hem even één keer zien. Wat wilde je zien? Je tong uit je mond. Ja. Wacht. En daar stond je bekend op. Wil jij die vasthouden? Ja, ik sta bekend op. Okay. Jongens, je moet even één voor één even doei zeggen voor de video. Sorry. Maar de trend is gezet. Ja? Oké, cool. Maar dan kun je inderdaad. Doei! Ja, awesome. Ik ga er niet knippen, dus het wordt heel awkward. Yo! Doei. Wat zei je? Doei! En gefeliciteerd nog, hè? Dankjewel. Voel je een beetje jarig? Ja, nu wel, ja. Voel je een beetje als een baas? Dat zeker. Je hebt een wilde nacht gehad aan je haar te zien. Krijg ik ook nog. Awesome. Pieter? De ene rechter weer uit je toei. Ja, oké. Okay. Later. Yo. Later. Peace, motherfuckers. We gaan even door. Lekker naar huis. Lekker slapen. En doeg. Ja, doeg. Doei, Gevee. Doei, schatje. Doei. Geen dag hier. Gevee gaat ook mee. Ik ben dus mijn telefoon vergeten. En zoals je ziet, ben ik weer thuis. Super dom. Super lomp. Gelukkig komt Pieter morgen eventjes langs. Dan ga ik namelijk livestreamen. Het is gewoon dom. Ik had hem aan de oplader gedaan, maar dat was leeg vanwege het vele tweeten vanavond. En foto's maken en weet ik wat allemaal. En ik ben hem gewoon vergeten. Super dom. Maar ja, dat soort dingen gebeuren nu helemaal. Het is ook gelijk het einde van de video. Ik heb jullie lekker meegenomen naar Milan's feestje. Je hebt gezien wat hij van de schoenen vond. Hij vond ze tof. Ik ben er heel erg blij mee. Rivé ook. Ik wil jullie graag uitnodigen om de volgende video te gaan kijken. Morgen of overmorgen of wanneer die uitkomt als ik iets heel erg tofs heb voor jullie. En vergeet niet even die like te doen en te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Ciao.